Tijdens de afscheidsreceptie van Henk-Jan van Essen als directeur van de VVV in Oldenzaal werd Tony Heening verrast met een koninklijke onderscheiding. Maar ik kom niet alleen om een paar woorden van dank te spreken tot de heer van Essen. Want de heer van Essen die heeft ook nog iets gedaan, iets positiefs gedaan, waardoor ik hier sta met ambtsketen. Hij heeft namelijk samen met anderen een brief geschreven om iemand voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding. En die brief die moet een lange weg afleggen, maar die heeft uiteindelijk de weg naar het paleis van de koningin gevonden. En de koningin heeft een handtekening geplaatst. En u zult u zich afvragen, voor wie is die koninklijke onderscheiding dan? En dat is iemand die hier vlak bij mij staat. Ik ken hem nog niet persoonlijk, maar ik denk dat hij binnen een afstand van 2 meter bij me staat. Is de heer Tony Heining in de buurt? Ja hoor, hier staat hem. Zou u naast mij willen komen staan, meneer Heining? Heel graag. Dan gaan we eerst eens even kennis maken. Ja, heel wel. Ik heb veel van u gehoord. Hoe maakt u het? Prima, en ik heb net ook heel wat van u gehoord. Zo, waar komen jullie vandaan? Ja. Daarnaast lees ik u ook zo nog voor de oorkonde die erbij hoort. Maar ik zal eerst naast de mooie midwinterhoorn deze koninklijke onderscheiding opspelden. Van harte gefeliciteerd. Draai je oorkonde bij. Boven staat Orde van Oranje Nassau. Hare Majesteit de Koningin. Grootmeester van de Orde van Oranje Nassau. En dan kunt u nu allemaal feest vieren. Hip, 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 hoera! Hip, 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 hoera! Hip, 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 hoera!